Op symbolische wijze overhandigt Feyenoord enkele tassen met sportkleding voor kinderen in Oekraïne. Ingezameld door de supporters van de volksclub uit Rotterdam. Feyenoord kon slechts enkele van de honderden tassen kleding zelf meenemen voor de overhandiging. De overige kleding is afgelopen vrijdag al afgegeven bij de stichting Sputnik. Want grote hoeveelheden kleding mogen niet zomaar worden ingevoerd het land in. En het ging om grote hoeveelheden, want er is gul gegeven. Heel veel Feyenoord shirts. Ik heb verschillende shirts voorbij zien komen van jaren geleden van Pelle, van Shinji Ono. Hele mooie shirts, maar ook trainingspakken en jassen. Sjaals, mutsen, dat hebben ze in dit gebied ook echt nodig. Omdat het wat kouder is uiteraard. Maar heel veel Feyenoord kleding, dus dan zie je dat de Feyenoord supporter ook erg betrokken is met hetgeen wat we doen. Met dit soort acties laat Feyenoord zien dat het ook buiten het voetbalveld tot grootse daden in staat is. Tot tevredenheid van de kinderen, dat is het allerbelangrijkste. Maar ook van de medewerkers van Feyenoord, die er een bijzonder goed gevoel van krijgen. Er gebeurt natuurlijk heel veel op het veld. Dat is eigenlijk de main event ook. De reden dat we hier zijn, natuurlijk de Champions League wedstrijd Feyenoord-Shakhtar. En op het veld staan ze tegenover elkaar, maar buiten het veld hebben we laten zien als clubs dat we ook naast elkaar kunnen staan, hand in hand. En dat we ook iets voor elkaar kunnen betekenen. En dat tekent ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat we in Rotterdam-Zuid heel erg doen, in Rotterdam. En zo zie je dat andere clubs dat ook doen en dan kunnen we eigenlijk onze krachten bundelen.